Ik sta hier in de Deel, in Nieuw-Leuzen, want er is vanavond voor het eerst in de historie een beurs georganiseerd door de stoere, ondernemende vrouwen. Het zijn allemaal vrouwen en ik ben als enige man uitgenodigd. Dus ik ga mij nu storten in een bad vol vrouwelijke aandacht. Dit is een van de allermooiste stands die er is. Ik wil even kijken wie daar achter staat, letterlijk en figuurlijk. Hallo, hallo, wie bent u? Ik ben Rianne. Rianne? Ja. En heb jij een winkel of zo, Rianne? Ja, ik ben van Bloemenatelier Rianne en ik heb een atelier en verzorg ik workshops en bruiswerk en allerlei andere gelegenheidsmiddelwerk. Oké, en ja, heb je daar een winkel van of een Nou, ik heb een verkooppunt bij een Total op Rauwveen. Ik woon ook in Rauwveen en daar heb ik echt mijn verkoop gedeeld en de rest kan al bij huis, de workshops en alles wat daaromheen komt. Ja. En kunnen mensen dat ook vinden op internet? Ja. Hoe heet het? www.bloemenatelierrianne.nl Bloemenatelierrianne.nl. Ja, ja. Wat leuk. Hoe kom je nou zo verzeild op deze beurs, Rianne? Ja, via Petra. Van de HBO de Petra. Ja, die had je benaderd en zegt, kom op, word lid. Ja, of doe leuk mee. Ja, is leuk. Ja. Want ben je dan ook lid van de stoere vrouwen? Ja, klopt. Daar moet je lid van zijn, hè? Ja, ben ik lid van, ja. Ben je ook een stoere vrouw? Ja, ik denk het wel. Beetje? Nee, weet ik niet. Ja. Nou, je hebt wel een beetje zo'n leren ja, jasje aan, hè? Ja, ziet er een beetje stoer uit, hè? Dat is wel stoer. Ik vroeg me af, wanneer zijn vrouwen nou stoer? Weet jij dat? Ja, geen idee. Weet jij beter als ik, denk ik. Nou ja, weet je, ik denk dan onmiddellijk aan James Bond en harde televisieseries, dat zijn daar veel stoere vrouwen, maar nu ze in, zie je niet meer, zeg nu maar. Ze in Nieuw-Leuzen zijn, ik denk, nou, dan moet ik toch eens even kijken. Ja, heel goed. Kijk, allemaal. Bij Eet Café het Gonderos, dan koop ik nog niet gratis. Vogeltuit. Vogeltuit, oh! Is dat echt alleen maar voor vogels, hoor? Ik wou zeggen, is dat lekker? Ja, voor de vogels wel. Ik ben Regina Ter Kate, ik ben van Maesta, Tekst en Meer uit Ballenbrug. En ik schrijf teksten en ik doe marketing en communicatie voor allerlei bedrijven die zelf geen marketing- en communicatieafdeling hebben. Dus ik ben gewoon flexibel in te huren op projectbasis of anders per uur. Ja, alles wat met tekst te maken heeft en reclame. Daar, ja, maar het kan ook gewoon een foldertje zijn, of het kan een flyertje zijn, of een persbericht zijn, of het kan een website zijn. Het kan echt van alles zijn. Ik zie hier ook nog een meneer staan tussen al die vrouwen. Ja, ja. Meneer, wat brengt u nou hier? Ja, nou, allereerst de auto natuurlijk, maar de andere zijde van het verhaal is dat mijn dochter hier in de female kan staan. Ja, dus, ja. Je bent eigenlijk een soort fan. Een hele grote. Een hele grote fan. Ja, ja. Maar ook iemand met lef, want je moet wel lef hebben, hè, om hier als man je te wagen tussen al die vrouwen. Ja, ik heb, er is nog een enkeling meer. Je ziet nog een. Uiteraard staan ze meteen aan de bar met z'n allen. Toch een beetje alleen, hè? Ja, nee, maar goed, mijn dochter staat hier. En wie is je dochter? Mijn dochter staat hier verderop, is Lots of Cake. Die doet, Lots of Cake? Lots of Cake. Lots of Cake. Ja, is dat van jou? Ja, dat is van mij. Mag ik wat vragen? Ja, dat ik heb net je vader gesproken, dat was een van de weinige mannen hier. Ik hoorde het al. Oh! En die zegt van, ja, ik zei, wat doe jij hier dat je dat durft? Nou, hij zegt, ik ben de grootste fan van mijn dochter. Lots of Cake. Zeker. Laat mij eens raden, heet je Lotte? Helemaal goed. Taarten, bruidstaarten, kindertaarten, Sinterklaastaarten, Sweet 16. Maakt niet uit. Verzin het maar. Alle taarten. In overleg is bijna alles mogelijk. Oude taarten ook, ja hoor. Iedere taart die ze willen, kunnen ze bestellen. Ja. En wat is dat voordeel, boven dat ze zelf aan het prutsen gaan? Dat bij mij gewoon bijna alles kan. Ja, ja, je hebt gewoon heel persoonlijk, probeer voor iedereen een persoonlijke taart te maken. En niet een standaard taart. Kinderfeestjes. Nou, ik hoor allemaal plannen. Ja hoor. Ben je nog niet zo lang bezig? Nee, niet van mezelf. Nee, niet zo heel lang nog. Nee. Is er ook een website waar mensen kunnen kijken? Zeker. En hoe heet die? www.lots-of-cake.nl lots-of-cake.nl Ja. Ja.
Dit ziet er heel gezellig uit, Erik. Dit is echt meer zo'n zitkamertje. Ja, mooi hè? Ja. Is dit uw kamer? Nee, ja. Mensen kunnen dus bij mij komen, hè. En die kunnen hier gaan zitten en die kunnen even praten over dit onderwerp. En waar gaat het over? Uitvaartwensen. Laatste wens. Ja. Yeah. Kijk. Uitvaartwensen. Ik heb dus een opwaartplank er staan. Ja. Met een lijkwade erin. Ja. En dat is dus, daar kun je in begraven worden of gecremeerd worden. Oh, in die lijkwade. Ja, ja, precies. Ja. Is dat tegenwoordig weer een beetje populair aan het worden, ja, net als vroeger? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. En dat, waarom doen mensen dat, denkt u? Nou, het is niet, aan de ene kant is het niet zo confronterend als je dus kleine kindertjes hebt. Dan ligt het gewoon op de plank, de overledene. En dan is het niet, dan hoeven ze niet over de rand van de kist te kijken. Dus dan ligt de overledene ligt niet zo ver bij je vandaan. Ja. Hier kun je even naast gaan zitten en even de handen geven. En als je dan in een kist hebt, dan is het veel dieper. Maar ja, nou is dit een hele leuke, gezellige beurs met modeshows en hapjes en drankjes. Dus ik kan me zo voorstellen dat het helemaal niet zo druk is hier op de bank. Dat mensen denken, nou daar wil ik nu even niet aan denken. Nee, maar er is nou een modeshow beneden. En straks komt er weer wat naar boven. Ja, straks komen ze wel. Ze hebben hier wel gezeten. Je hebt wel geïnteresseerde klanten gehad, ja, die denken, ja, ja, van nou... Mensen zijn wel nieuwsgierig naar dit beroep. Ja? Ze schrikken, ja, eerst als je zegt van, wilt u ook een wensenformulier? Dan schrikken ze. Ja. En dan denken ze van, wow, dit is wel ernstig. Zeg, hoef je maar niet ernstig te zijn. Je kunt dat invullen en je kunt het bij de papieren neerleggen. En als je dan komt te overleggen, en dat hoeft morgen direct niet. Ik hoop dat ze mij allemaal overleven. Bedankt. Gerrie Eikenaaien, jij bent van het keerpunt, hè? Ja, dat klopt. Wat is dat, een keerpunt? Het keerpunt is de bedoeling dat je bij mij in behandeling komt, dat het een keerpunt in je leven mag zijn. Ja, dit mag je even niet. Heb je vaak van die lastige klanten, Gerrie? Nee hoor, klanten zijn nooit. Die gewoon niet willen blijven liggen. Dit kriebelt altijd even een beetje. Ja, ik ben heel erg. Zoals de tenen zijn, staan in verbinding met het hoofd. Alle tien tenen staan in verbinding met het hoofd. Ja. Dus als je daar hard in knijpt, krijg je hoofdpijn. Dan is de bedoeling dat je de hoofdpijn vermindert, hè? Als ik hoofdpijn heb, dan moet ik aan mijn tenen masseren. Ja, dan moet je even door een ervaringsdeskundige laten doen, hè? Oh, dat is wel zo moeilijk, dat kun je zelf niet zomaar doen. Nou, je moet zelf voor zorgen dat je het zelf niet gaat overprikkelen. Dat gebeurt dan nog wel eens. Oogjes dicht. Ja, snaveltjes toe. Slaap lekker. Dat trekt de aandacht. Nou, ik had ook wat honger. Ik moet eens even kijken of er nog wat te happen valt. Heksenkaas heb ik voor u. Ah, heerlijk. En dit is, van de Aldi? Nee, zelfgemaakt, meneer. Van de Aldi. Van de Aldi? Is die niet goed genoeg? Ja, meneer, deze is lekker. Dit is lekkerder. Ja. Maakt u ze zelf soms? Ik heb hem zelf gemaakt. Echt waar? Ja, en dat doe ik met behulp van Tupperware. Bestaat dat nou nog steeds? Ja. Dat was toen Wilhelm het Klein was allemaal een fenomeen, maar dat is het dus nog steeds. Ik laat hier producten zien van Tupperware. De heksenkaas heb ik gemaakt met behulp van de TurboChef. De Tupperchef? TurboChef. TurboChef. Zet vlijmscherpe mesjes in. Ja. Snijdt niet alleen groente en fruit, maar neemt ook vingerkapjes en topjes mee. Vingertopjes ook? Ja. Is voor vegetariërs dus even voorzichtig zijn. Ja, en als je een keer ruzie met je man hebt en dergelijke. Ja, nou. Lijkt me, ja, we zijn tenslotte over een beetje feministisch avond. Ja, precies. Kom. Nou, dat mag gezegd worden vandaag. U legt de woorden in uw mond. Ja, maar nee, dat hoor, hoeft in niet. Ja. Maar ik doe hier bijvoorbeeld wortel, doe ik in een paar stukjes hierin. Ja. Dan draai ik de deksel erop. En trek aan het koortje. Oh ja. En dan snijd het fijn. Ja. En hoe langer je snijdt, hoe fijner het wordt. En hetzelfde doe ik met de preien, met de appel. En zo maak je dus de dingetjes klaar. Waar kunnen mensen u vinden als u zoeken? Ik woon in Dalfsen aan de Koningsvaren. En ik kan u mijn adres even laten zien. Waar zijn we nu beland dan? Nou, hier is de kraam uitgestald van atelier Jen Collier uit Staphorst. Dat moet je nog een keer zeggen. Jen Collier uit Staphorst. Jen Collier? Ja, ik heet Janita, zodoende Jen Collier ketting. Nou, wat vond het is begonnen met heel veel... Oh, Collier met, op zijn Frans. Op zijn Frans, hè? Natuurlijk. Ja. En ik ben begonnen met voornamelijk de kettingen, de sieraden. Er zitten nu nog weer heel veel handgemaakte sieraden tussen. Maar het assortiment is inmiddels aardig uitgebreid. Ook met andere exclusieve modellen. Maar ja, dat is nog niet voldoende.
voldoende, want alles wat de vrouw je mooi maakt, en daar horen de modeaccessoires ook bij. Dus denk daarbij aan de tassen, riemen, sjaals, panties. We hebben zelfs een hoekje met kleding nu in de winkel. En dat is ook altijd kleding net even anders. Dus ja. Wat is er net anders aan die kleding? Nou, dat die niet overal hangt. En we hebben ook niet de grote aantallen, dus exclusiviteit gegarandeerd. Kijk. Ja. En waar zitten jullie, zei u? Wij zitten in het centrum van Staphorst. Nou, het Staphorst is niet zo groot, dus dat kan niet missen. Het centrum heeft één rotonde en daar zit ik aan op het hoekje. En ja. Jen Collier. En maken jullie zelf ook colliers? Maak je zelf ook sieraden? We maken zelf sieraden. Ik heb ook een aparte hoek voor de aanstaande bruidjes. Dus daar doen we ook heel veel voor. Alleen, ja, het ontbreekt me soms aan de tijd. Ik kan niet altijd maar maken. Want mijn man zegt wel eens, je komt altijd al zo laat op bed. En dan wordt het helemaal lastig. Dit is bijvoorbeeld een handgemaakt exemplaar. Mooi. Ja, mag ik best even afhalen? En daarnaast wisselen we ook wel uit met andere ateliers, zodat we toch unieke spullen hebben. Weliswaar dan misschien niet alles door mijzelf gemaakt, maar wel door andere mensen handgemaakt. Zijn jullie zo moe van het gesjouw? Ja, heel moe. Ja? Ja. Maar is het wel een leuke beurs? Ja, het is een hele leuke beurs. Ja, ja hoor. Het is voor de eerste keer, hè? Maar toch wel heel druk bezocht, ja, hè? Ja. Ja. Hebben jullie ook familie hier of zo? Of nee, ben je puur op interesse? Puur interesse. Kom. Mijn buurvrouw staat hier. Ja, buurvrouw. Mijn buurvrouw staat hier. Buurvrouw? Ja, de buurvrouw. Wie is de buurvrouw? De buurvrouw is Rina, de uitvaartverzorger. Oh ja. Rina Ulders. Rina Ulders. Ja, dat hebben we net gesproken. Ja. Maar jullie zijn lekker bezig shoppen al, want je hebt hier ook al een grote tas met spullen. Ja. Beetje dames gaan natuurlijk ook op zo'n avond geld uitgeven, toch? Ja, zeker. Hij hoort erbij, hè? Ja. Ja. Had u nog wat nodig? Nee. Oh. Nee. Maar toch al verkocht? Nee, nog niet. Oh, nog niet? Nog niet. Dat moet nog. De kop nog. Goed zo. Maar wel gezellig hier, hè? Ja, heerlijk. Ja, leuk. Nou, mag jij hier zomaar tussen al die vrouwen komen? Dat zou jij. Festival aan de Balk, wat is dat? Dat is een mooi feest voor jong en oud. Voor het hele gezin. We hebben daar artiesten in onze Rabobank Muziekplein. We hebben een smulplein, lekkere hapjes. Aanstaande zondag vanaf 2 uur. Van 2 tot 9, ja. Diamanthal Balkbrug. Ja. Voor het hele gezin hoor ik. Het hele gezin, iedereen is welkom. Het Enneagram is een psychologisch model dat eigenlijk al 5000 jaar bestaat. Het is in 1974 is het in Amerika echt bekend geworden. En wat is dan de functie van het Enneagram erbij? Want dan kun je ook gewoon een goed gesprek hebben, toch, bij een psycholoog? Ja, dat klopt. Alleen het Enneagram gebruik ik erbij omdat het een karaktertypologie is. Dus daarmee maak ik duidelijk wat de sterke valkuilen zijn. Want elk type heeft andere valkuilen. En het Enneagram heeft eigenlijk verdiepingslagen. Dus ik gebruik ook de weg naar vrijheid met kindverlangens. Wat het kindje inderdaad mist in die ontwikkeling van 21 jaar. Wat hij dus in het latere leven gaat zoeken bij vrienden, bij een partner. Maar wat je eigenlijk allemaal in jezelf kan vinden. Hier zitten een paar dames lekker aan de borrel. Die zijn vast moe of uitgeshopt. Was nog net geld over voor een borreltje misschien. Ja. Oh, is het leuk, de beurs? Ja, het is heel leuk. Ja? Ja. En we waren boven aan het kijken. En dan waren we zo lang aan het kijken. We hebben de hele modeshow gemist. Dat vinden we wel heel jammer. Maar u hebt ook geen modeshow nodig, want u leert er uitstekend bij. Oh, dankjewel. Toch? Dankjewel. Ja, nee, want ik bedoel, daarom ben ik ook een beetje in kledingstijl gekomen. Ja. Ik denk, ik wil hier niet voor aaplopen als man. Maar het is wel gezellig, geloof ik, hè? Ja, zeker. U bent 3 vriendinnen die samen een avond op stap zijn? Ja, dat zijn allebei schoonzusjes. Oh, kijk, familie. Ja. U heeft gezegd, kom, ik trakteer. Ik heb wel de kaartjes gehaald. Ze heeft wel de kaartjes gehaald, ja. Zie je wel? Ja. En dat schoonzusje van ons staat hier op de beurs. Kijk, dus toch ook nog wel een extra regen. Die heeft ons een beetje warm. Wie is uw schoonzusje? Jen Collier. Oh ja, die heb ik net gesproken. Ja. Met een winkel in Staphorst. Ja, precies. Ja. Nou, geniet ervan. Ja, dankjewel. Oh, dat is een gezellig stel, of niet? Ja, dat zijn wij. Zijn jullie samen kals over dienstverlening? Nee, dat ben ik alleen. Oh, dan ben jij alleen? Ja, ja. En dit zijn je objecten die je schoonmaakt? Nee, wij zijn van Grip Assurantie. Oh, dat is de tweede winkel hier in deze stand. Ja. Jullie hebben de stand gedeeld. Ja.
Oh. Om kosten te sparen. Wij helpen elkaar. Nou, nee. Ten aanzien van de versterking van elkaar. Ja. Versterking? Ja. Want zij verkopen verzekeringen en wij doen dan brandschade te weinigen. Oh, wat krap. Ik zocht ook al naar de verbinding, maar ik kon niet vinden. Ik denk, ga je dan je schoorsteen verzekeren of zo, maar je brandschade, die ga je verzekeren. Brandverzekering bij hun, en als dat dan niet goed gaat op een of andere manier, dan kunnen we vlam in de pan hebben natuurlijk. Rook- en roetschade. Ja, dan kunnen wij dat oplossen. Ja, want Kalsover, die komt bij mij altijd de schoorsteen vegen. Ja. Maar als ik dat nou een keer vergeet en de boel vliegt in de fik, ja, dan komen jullie gewoon ook schoonmaken, hè? Ja, komen we ook schoonmaken, even de verzekering bellen. En dan stuur je mij eerst naar hen toe, van grip. Ja, je moet wel goed verzekerd zijn natuurlijk, hè? En grip niet is dat... onderverzekerd. Is gripassurantie iets hier uit de, een bedrijf uit de streek hier? Ja, in Daarle zijn wij gevestigd. Daarle? Daarle. Dus hartstikke wiet fort. Ja, dat klinkt bijna als Dorle. Doorle. Wij Doorle. Doorle. Ja. En het vloog dan gewoon plat in Doorle. Ja, dat weet ik. Dus... Alleen die kunt er ons niet komen nou, hè. Oh, die nou, weg. Ja, wel weer. Ja. Is de weg weer los? Ja, hij is weer los. Oh. Zeg van niet, maar kan wel. Een drama. Ja. Ja, dat is echt een drama. Nou, maar neem pleisters mee van ons. Check je zorgverzekering. Ga je mij nou pleisters aanbevelen? Ja. Waar is check, dat voor? Check je zorgverzekering, daarvoor is het. Ja, kijk. Pleisters? Pleisters. Oh, wat eng. Als er zorg... Nee, dan kun je er een pleister op plakken. En je kan nog een prijs vragen. Het is wel een problematisch gebeuren hier soms hoor. Ik krijg pleisters en ik krijg een uitvaartverzekering. En uitvaartverzekering? Men wil mij van allerlei psychologische klachten afhelpen. Snap het wel, snap het wel. En bij ons krijg je weer grip op de zaak. Ja, kijk, grip op de risico's, daar gaat het om. Ja. Kijk, die 100 euro, die past me ook weg. Nou, vul maar een... in. Hoeveel staat het? Grip.nl? Grip.nl. Nou, gripassurantie.nl. Als je meer weet, kun je hier opschrijven. Ja. Hier de pen ook nog bij. Nou ja, we zijn een schoonmaakbedrijf wat gewoon meer doet dan andere schoonmaakbedrijven. Wat doen jullie nog meer dan? Behalve dat we voor particuliere bedrijven werken, voor schoonmaak werken, doen we waterschades, brandschades, sanering. Daar zijn we 24 uur per dag bereikbaar voor. We doen riool ontstoppen, schoorsteenvegen, ongediertebestrijding. Kijk eens, hier zo'n mooi wespennest dat ik hier mee heb genomen. Kan iedereen eens zien hoe zo, wat voor nijvere beestjes het zijn. Eigenlijk is het zonde, maar ja, het zijn een beetje lastig. Dit is een echt, dit is een echt wespennest. Echt wespennest. En hier ook een echt wespennest. Mooi, hè? Ja. Althans, bij een ander in de tuin. Ja, het is ontzettend knap gemaakt. Ja, heel mooi. Dus, maar ja, wij doen heel veel dingen. En ik zeg altijd, voor elke klus Kalsover, dus. Heb jij dit nou een beetje georganiseerd, Petra? Ja, ik heb het georganiseerd. Ja? Samen met 30 ondernemers trouwen. Samen met 30? Ja, maar iemand moet een beetje voortouw nemen. Hè? Ik heb het bedacht in mei. Wanneer ben je nou een stoere vrouw? Nou, die zijn ondernemer geworden. Ja. Dus dan ben je een stoere vrouw. Je moet een eigen onderneming hebben. Ja. En is dat landelijk of is dat hier echt van deze streek? Het is alleen van deze streek. Oh ja. En jullie noemen jezelf dus stoere vrouwen, stoere ondernemende vrouwen? Ja. En is dit jullie eerste beurs, netwerkbeurs? Dit is onze eerste beurs. Maar we zijn al 4 keer bij elkaar gekomen. Nou, en elke keer kwamen de 10 bij. Dus we steken de koppen bij elkaar. En we gaan van elkaars netwerk gebruik maken door een beurs te houden. En waarom doe je dat als vrouwen onderling? Omdat vrouwen elkaar kunnen helpen. Mannen niet? Nou, weet ik niet. Mannen moeten zelf gaan doen. Jullie zitten gewoon een beetje je af te zetten tegen de mannen? Nee. Maar wij zijn anders. Ondernemersvrouwen zijn anders. Waarin anders? Nou, die doen altijd al 2 of 3 dingen tegelijk. Dus dat doen mannen niet. Dus ik denk, petje af voor al die vrouwen. En jullie zijn ook wel lid van gemengde netwerkclubs. Dat dan ook wel. Jawel. Maar merk je dan onmiddellijk verschil als je hier bent of daar? Ja. Met die vrouwen, de meeste zouden zo vriendin van mij kunnen worden. Praat me zo mee weg. Heel vertrouwd. En dat is anders dan met mannen. Met de mannen is het altijd eerst een beetje aftasten. Ja. Maar het valt mij mee dat je op maandagavond met slecht weer toch zo'n volle zaal, volle deel, ja, beneden en boven. Meer dan 300 mensen. Meer dan 300 mensen. Dan mag je wel van een succes spreken. Ja, dat geloof ik ook. Nou, gefeliciteerd. Het was ook wel spannend, maar ja. En er wordt zo nog een make-over weggegeven, heb ik begrepen? Ja, te waarde van €250. Komen mannen daar ook voor in aanmerking of is dat natuurlijk, ook alleen voor vrouwen? Meneer, heeft u een intrekkaartje? Want op uw intrekkaartje staat een nummer. En dat nummer
prijs. Nee, ik ben hier zo'n beetje door de achterdeur stiekem naar binnen gekropen. Dus ik heb geen entreekaartje. Dus ook die gaat weer aan mijn neus voorbij. Maar ja, goed, ik heb hem ook niet echt nodig, hoor ik net. En nu het sommige mannen hebben het niet nodig. Vanavond. Die enkele man die gaat een vrouw blij maken, hoop ik. 52. Nummer 52. Nou, van harte gefeliciteerd. Ik denk dat het heel mooi zal worden. Op de site van onze stoere vrouwen. Dus voor allemaal de like ons, wat allemaal lid van de stoere vrouwen. Ja, dus als jullie dat allemaal liken, want dat wil Peter graag en al die ondernemers natuurlijk willen dat graag, dan kunnen jullie allemaal de foto's zien van